van maandag 1 december. Met onder andere vandaag steekpartij Dilleveld-Veghel. En in het centrum van Uden wordt hard gewerkt. Aan de Dilleveld in Veghel is zondagmiddag een man neergestoken. Dat gebeurde in de tuin van een woonhuis. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het incident gebeurde rond 2:30. De politie zette de straat korte tijd af en doorzocht onder meer struiken. Het Groot USDICTE wordt 6 februari voor de 14e keer gehouden. De organisatie van het USDICTE is verheugd dat de werkgroep 100 jaar Vluchtoord en enkele medewerkers van Grenslicht dit jaar samen de groep Vluchtoord vormen. En daarmee dan de echte Udenaren en de studenten de strijd aangaan. Bij deelname aan de dicté heb je er veel aan om een cursus UJES te leren. Deze cursus bestaat uit 4 wekelijkse lessen van 90 minuten en start op 12 januari om 7 uur 's avonds. Meer informatie kunt u krijgen in de bibliotheek aan het Mondriaanplein in Uden. Een speurtocht in de bibliotheek met de rondleidpiet. Of een kijkje nemen in een van de slaapkamers. Dat kan allemaal in het Centraal Pietenbureau in Veghel, het raadhuis. En ook dit jaar is het weer een groot succes. Je kunt nog één keer komen kijken. Dat is woensdag en dat is dan 3 december. En het is open van 2 tot 4 uur. In het centrum van Uden wordt hard gewerkt. De Kerkstraat is vanaf de rotonde tot aan de Sint-Petruskerk klaar. Tussen de Sint-Petruskerk en het verzorgingstehuis Sint-Jan is men bezig met het vervangen van het riool en opnieuw bestraten van trottoirs, fietsstroken en rijbaan. Verwacht wordt dat op 5 december alles klaar is en de weg weer wordt opengesteld. Momenteel zijn er ook werkzaamheden in de Pastor Spieringstraat. De weg is vanaf de rotonde tot aan de Odiliastraat afgesloten voor al het verkeer. Zodra de bestrating vanaf de rotonde klaar is, wordt het parkeren ook weer mogelijk. Rondom het nieuwe gebouw van V&D en H&M wordt zoveel mogelijk van nieuwe bestrating voorzien in verband met de openstelling van de winkels en de parkeergarage. Vervolgens wordt in februari en maart de promenade van een nieuwe bestrating voorzien. Kortom, nog heel wat te doen in het centrum.